Het is weer tijd voor een nieuwe Goeie Frag. Je wekelijkse portie vraag en antwoord met je vrienden van Gamersnet. Jij stelt onze vraag en dan gaat vervolgens zoveel mogelijk redacteuren gaan vervolgens die vraag beantwoorden. Ditmaal hebben we een vraag vanuit onze eigen redactie. Het is namelijk zo dat Soraya zich afvroeg: wat is je allereerste gameherinnering? En ja, we zijn wel eens vaker teruggegaan naar het verleden. Dat van Gamersnet zelf, onze eerste consoles, onze eerste Nintendo-ervaringen. Maar wat is nou het eerste wat je je kan heugen, wat je ooit hebt meegemaakt aan games? We gaan het behandelen in deze Goeie Frag. Wat zijn onze eerste gameherinneringen? Supergoeie Frag. Ik neem jullie mee terug naar het jaar... Nou ja, weet je, dat is een beetje lastig. Er zijn twee soort game-momentjes die mij definen. De eerste is dat ik leerde van games houden als speelgoed. Dat was echt de Nintendo, de NES-tijd. Dus echt Super Mario Bros. 3 was een van de eerste games die ik speelde. Dat was echt super vet. Dat speelde ik samen met een vriend van mij, Jan Willem, jeugdvriend. En dat was echt dat je als een soort van speelgoed geïntroduceerd wordt met het idee, het concept van games. Later kwam ook heel snel een Game Boy bij. Dat was echt wel vet. Maar wanneer ben ik echt een gamer geworden? Dat was echt in 1995, toen de allereerste Command & Conquer uitkwam met subtitel Tiberian Dawn, wat toen nog helemaal niet subtitel was, maar dat was eigenlijk net als Star Wars. De eerste Star Wars film had geen subtitel totdat de andere delen kwamen. Dus de eerste Command & Conquer in 1995. En wat die game zo goed deed, is die game had echte acteurs. Dus je werd gewoon echt toegesproken door echte mensen, door echte generaals. Are you picking this up? Good. Hij wacht ook echt even op je antwoord, hè? Want dat wij ook wel eens een item doen, echt even wachten op jullie antwoord. Dat deden ze toen al bij Command & Conquer. En dat idee van echte acteurs die tegen jou praten en jou duidelijk maken dat je een fucking belangrijke militaire missie hebt. En als jij niet de Brotherhood of Nod verslaat, dan gaat het allemaal kapot. Ja, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik echt als gamer dacht, ja, maar dit is gewoon meer dan gewoon een soort behendigheidsspelletje. Wat ook heel vet is, want ik ben groot fan van Nintendo, maar dat is echt zo'n soort, ja, gewoon echt een soort entertainmentvorm van, oh, dit sleept je helemaal mee met film, met muziek en met interactie. Eigenlijk wat games maakt. En dat was de allereerste Command & Conquer in 1995. En dat heug ik mij nog tot op de dag. Mijn allereerste nostalgische herinnering die ik heb van überhaupt gamen is de Super Nintendo. En die kreeg ik van mijn oom toen ik 6 jaar oud was. En sindsdien, eigenlijk sinds de dag dat hij bij mij in huis stond, is hij nooit meer uitgegaan. En ik en mijn broertje speelden er constant op. En we hebben echt van alles erop gespeeld. Maar wat me het meeste bij is gebleven is Donkey Kong Country 1. Vooral om het feit dat ik de eerste keer in mijn leven beter was dan mijn broertje in een game. Hij wist altijd alles eerder uit te spelen dan ik. Ik was gewoon een noob, ja, ik kan het niet anders zeggen. Maar bij de eindbaas van Donkey Kong Country 1 kreeg hij het niet voor elkaar. En ik had uiteindelijk mijn moment om beter te zijn dan hem. En het is me ook gelukt. En dat is iets, ik weet niet, dat is iets wat me bijgebleven is. Want hij is nog steeds vele malen beter in bijna elke game die ik kan verzinnen. En ja, de Super Nintendo was voor mij ook de allereerste keer Mario. En Mario is en blijft gewoon een legende. En de eerste keer dat je het speelt, vergeet je gewoon nooit meer. Nu met Odyssey, wat vorig jaar is uitgekomen. Hoe vet die ook is, je blijft toch altijd een klein beetje in de nostalgische momentjes denken die je had de eerste keer dat je Mario opstartte. Dus ja, Donkey Kong en Mario zijn voor mij toch wel de meest nostalgische momentjes. Een vraag over nostalgie binnen Gamersnet. Peter's on Edge. Peter Strickert. Maar buiten dat om, mijn eerste herinnering aan gaming. Ja, ik heb er zoveel. Och, ben er zo lang aan het gamen. Nee, maar ik denk dat voor mij dat toch echt wel is het spelen met mijn broer. Ik speelde altijd met mijn broer heel veel spelletjes. Ook nog met mijn zus. Maar mijn zus is 5 jaar ouder dan ik. Dus op een gegeven moment kreeg zij eigen hobby's en zo. En toen waren ik en mijn broer nog kinderen. Dus toen was het nog zo van, hey, gaming. En wij deden eigenlijk altijd een spelletje en dat heette Red Cat, als ik het goed zeg. En dan had je Red Cat en het spookhuis of zo. En ik weet het allemaal niet meer precies, want het is zo lang geleden. Maar er was een spelletje en dan speelde je een Red Cat, de rode kat. En die moest dan door een soort griezelhuis lopen. En ik weet nog dat als er dan bijvoorbeeld een spin kwam of een andere enemy die moest aanvallen, een hele grote spin. Tot de dag van vandaag ben ik ook echt 100% zeker dat Skyrim dat gewoon een rip-off van Red Cat is. En dan kwam er zo'n beest en dan kwam er ineens hele enge muziek die startte dan. Dat is echt, ja, kan niet nadoen, echt, degene die dit edit, als je beelden kan vinden, ben je echt een held, want het is echt een oud spel. Het was ook volledig in het Nederlands. En er was een soort sterretje, een beetje een soort ripple van de Zelda games. Ik weet even niet hoe dat poppetje heet, maar zeg maar dat veetje wat dan zo jouw tutorials geeft. Daar leek het heel erg op.
En dan moest je dus door dat griezelhuis lopen. En dan deden wij dat natuurlijk met z'n tweeën, want dat was doodeng in je eentje. Dus dan ging één iemand lopen en dan bijvoorbeeld de ander had dan op het toetsenbord de aanvalsknoppen. Dat is een soort van de single toetsenbord multiplayer experience. Echt als je na 2003 geboren bent, dan ken je dat al niet meer. Maar dan had je de persoon rechts op het toetsenbord en de persoon links op het toetsenbord konden dan multiplayeren. Dat zat er ook nog eens in. Maar de singleplayer kon je ook spelen met dan gewoon knoppenverdeling. Ja, dat deden wij dan en dat was eng. Het was komisch. We hebben gelachen, we hebben gehuild. Het was onbeschrijfelijk. Leuke vraag deze. Allereerste gameherinnering. Hij is vooral leuk omdat ik hem gewoon echt bijna niet meer kan heugen. Mijn allereerste gameherinneringen zijn een beetje verstrooid. Het zijn allemaal dingetjes van verzamelspelletjes op MS-DOS. Het krijgen van de Game & Watch van mijn oom. Maar ik denk als ik terugga naar de herinnering van de eerste game die ik echt veel speelde en waar ik echt dedicated aan was, dan ga ik denk ik voor Pokémon Red en Blue. Ik weet eigenlijk niet meer welke ik had. Maar in ieder geval degene op de originele Game Boy. Ik had toen ook van mijn oma dat ik zo'n oude Game Boy gekregen. Dat was toen al relatief oud. Dus dat was eigenlijk al een beetje voor mijn tijd. Maar omdat het een afdankertje was. Natuurlijk, ik was door dolle heen. Want yes, Pokémon. De kaartjes waren in. Dus waarom dan niet het spel spelen? Ik denk dat dat zo'n beetje de allereerste prille beginnen waren van dat ik echt iets ben gaan heugen van games. Want ik heb die flarden van MS-DOS dingen en van de Game & Watch en van wat andere, weet je wel, Tetris op de Game Boy en zo. Maar ik denk dat die allereerste Pokémon moet wel zo'n beetje zijn hetgene waar ik echt, dat ik me er bewust van was van, oh, dit is gamen en ik wil hiervoor gaan en als die save maar niet kapot gaat, want daar ging ik echt voor, weet je wel. Ik zou niet meer kunnen herinneren welke Pokémon ik heb gevangen, of ik de game ooit helemaal heb uitgespeeld. Ik weet het allemaal niet meer precies, maar dat is een soort van warm Nintendo / Pokémon geheugen daar ergens in het achterhoofd, waar ik nog steeds heel erg blij mee ben. En nog steeds, die oude Pokémon games zijn heel tof, maar kunnen we erop terugkomen met een Nintendo Switch versie? Misschien op deze E3? Gewoon Nintendo Switch, Pokémon, gewoon 3D, let's make it happen. Het zou mooi zijn, want dat is toch weer nostalgie voor mij. Dus dat is het. Pokémon. Mijn allereerste gameherinnering. Ja, dan moet ik denken aan Captain Comic. Het was in de tijd dat we nog spelletjes speelden op de floppies. En dat was zo'n tijd dat je een floppy in je computer stopte, MS-DOS. En vervolgens moest je zo'n code invoeren. Dan moest ik altijd mijn papa erbij halen en die moest dan een code invoeren. En dan kon ik spelletjes spelen. En ik heb het laatst weer teruggekeken. Nou, er valt niet zo heel veel meer... Gloria aan af te lezen, maar het was destijds vond ik het super leuk. Je bent een ruimtereiziger en je moet dan volgens, nou ja, door levels heen en je schiet cola blikjes af. Ik snapte het hele spel niet, maar het was heel erg leuk. Wat het extra tof maakte was, omdat wij niet zo heel veel spelletjes hadden en we wel natuurlijk co-op wouden spelen, ging gewoon met vrienden samen het spelletje spelen. En de één persoon was aan het lopen, de andere persoon was de hele tijd op de schietknop aan het drukken en de andere persoon mocht springen. Nou, natuurlijk was het eerst vechten om wie mocht lopen. En uiteindelijk kwamen we alsnog niet verder dan 7 minuten, want het was uiteraard een oud spel waarin je permadeath hebt en dan kom je gewoon niet verder. Dus ik heb het ook nooit uitgespeeld, maar nog steeds wel goede herinneringen aan. Nu heb ik gelijk het muziekje in mijn hoofd en ik wil graag dood. Ja, mijn allereerste gameervaring die gaat echt heel ver terug. En dat zal denk ik begin jaren 90 zijn zo'n beetje. Haha, ja, zo oud ben ik. En dat was de Atari 2600. En daarna hebben we nog veel meer consoles gehad en PC's waar ik misschien veel betere of veel makkelijkere herinneringen aan heb. Maar de Atari 2600 was wel echt mijn eerste gameherinnering. En dat ging er voornamelijk om bijvoorbeeld Formule 1. Volgens mij had je een van de eerste Mario games had je erop. Die herinner ik me eigenlijk nog best wel goed. Dat je dus met die platforms en dat je met die ladders omhoog moest. En dat volgens mij Donkey Kong allemaal tonnen naar beneden gooide of zo. Dat was een van de games die ik me heel goed herinner. En verder de 32 of 33 in 1 games. Het was gewoon één cassette. En die stopte je in de Atari. En elke moest je de Atari aan- en uitzetten of uit- en aanzetten om een nieuwe game zeg maar te laden. En dat ging heel erg random. En er zaten hele suffe games bij, maar ook een paar hele toffe. Dat je kon je tegen elkaar spelen, was je allebei een soort cowboy. En dan moest je elkaar neerschieten. En er was dan een soort bewegende lijn in het midden van het spel. En die moest je dan eerst kapot schieten en dan door die gaten. Ja, kon je elkaar afmaken. Zo had je ook spelletjes
wat leek op een soort van Space Invaders of een spaceship waarmee je rond kon vliegen en vijanden neer moest schieten. En bijvoorbeeld een spel waarbij je een kanon had en met dat kanon moest je proberen zo ver mogelijk kikkers af te schieten. Weet ik hoeveel meter of maal of weet ik veel wat. Ja, dat was super vet en ja, dat herinner ik me gewoon nog ontzettend goed. Dus echt mijn eerste gameherinneringen. Echt. Ja, we hebben later de Atari 2600 nog een keer gekocht. Maar ja, toen was de glorie er toch wel een beetje vanaf. Want ja, dat is denk ik 10 jaar geleden geweest of zo. Ja, toen had je toch nog iets mooiere games met iets verfijndere gameplay. Maar ja, de Atari, dat waren tijden. Wat een ontzettend goede vraag, al zeg ik het zelf. Het allereerste waar ik eigenlijk aan moet denken zijn alle singleplayer games die ik echt nooit als singleplayer heb gespeeld. Dat komt namelijk, ik kom uit een gezin met alleen maar meisjes en ik heb ook alleen maar neefjes. En wat gebeurt er dan wanneer je natuurlijk allemaal bij elkaar gaat slapen? Eén groot feest. Tot er dan de ouders naar boven komen, dat je als naar bed moet rennen en verstoppen en zo, zulke dingen. Maar wat de ouders niet wisten, is dat de PC aanstond. En wat daar aanstond, was eigenlijk heet het Pokémon. En ik weet niet hoe we het voor elkaar hebben gekregen, maar we waren echt de beste multiplayer gamers in singleplayer games. Het was elke keer, oké, om en om, of gewoon een gevechtje, of als weer een Pokémon was geëvalueerd, of dat je überhaupt met iemand had gepraat, dus je negeerde iedereen in een dorp, want social skills, ill. Maar zo speelden wij Pokémon en dat is eigenlijk het allereerste als ik terug moet denken aan mijn leven in gaming. Is het allereerste waar ik aan denk. Dat je samen dus inderdaad zo'n game kon beleven. Dat je series voor je, 4 kleine humpy-dumpies voor een PC. Helemaal blij als inderdaad Bulbasaur eindelijk groter wordt. Want we wisten niet waar die game over ging. Het kon ons helemaal niet boeien. We renden gewoon rond en als weer een monstertje was, versloeg je die. En dan moest de volgende. En we hadden geen ruzie. Vroeger kon dat ook gewoon in vrede, met liefde. Maar nu, don't touch my game. Echt niet. Fuck off. Nee. Ik speel dit. Niemand anders. Zodoende, daar heb je het. Dat zijn alle games en herinneringen die wij zo jongstleden in ons geheugen gegrift hebben staan. Heb je zelf nou ook iets dat je dan terugdenkt en denkt, hé, dat was eigenlijk ook wel een toffe soort van anekdote over de allereerste game of de allereerste console of wat ik dan ook voor het allereerst met games te maken heb gehad. Vertel het ons. Wij zijn benieuwd naar wat jouw eerste gameherinnering is. En natuurlijk, we zijn ook heel benieuwd naar nieuwe vragen. Vorige week werden er een aantal leuke vragen gesteld over de E3. Daar gaan we ongetwijfeld nog op terugkomen naarmate de E3 dichterbij komt. Misschien kun je daar iets leuks over bedenken. Maar natuurlijk, stel ook gewoon andere vragen. Iets creatiefs, iets nieuws. Doe eens iets geks en wie weet zitten wij hier wel volgende week jouw vraag te beantwoorden in goede vraag. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Klik gerust door naar iets anders op gamersnet.nl of op YouTube of waar je dit ook kijkt. Maakt mij niet uit. We vinden het in ieder geval leuk. We waarderen dat je er bent en we hopen dat jij ons ook kan waarderen.